City Trail Middelburg, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het met jullie? Ja, goed. Dames, Stanley en Marcel, jullie zijn het bestuur van de City Trail tegenwoordig, of hoe zit dat? Een deel van het bestuur. Een deel van het bestuur. Ja. We zijn met z'n? Zevenen. Ja. Ja, ik denk dat de City Trail niet meer geïntroduceerd hoeft te worden. Het is, weet je hoeveelste editie het is? Achtste? Ja, zo is acht, zeven. Ja, maar ja, nou, toch heel kort een mooie tocht voor heel veel mensen door heel de stad. Een funrun. Een funrun. Door stegen, door straten en door leuke gebouwen. Een ontdekkingstocht, hardlopen, wandelen. Dat is het. Ja, en altijd succesvol. En dus, ja, je zei het net al, verklapt het al een beetje. Er zijn tot nu toe al 1200 inschrijvingen. 1350. 1350 alweer. Ja. En hoeveel mensen kunnen er meedoen? Ja, we zitten een beetje op 2000, 2500. 2500 is echt de max. Ja, maar dat is echt wel heel veel, hè? Heel veel, ja. Ja, en waar is het vertrekken startpunt? Nigelinia Kruisweg. Oké. Okay. Vertrekken 14 juni s'avonds om 7 uur. Ja. En finishen op dezelfde locatie met een feest achteraf. En dan wat voor afstand gaat? Wat gaat zo'n type als ik die nooit hard loopt of sport? ga ik helemaal nat als ik meedoe? 8 kilometer is het. Dat is goed aan te wandelen. Denk ik. Ja, want wandelen mag ook, hè? Ja. Wandelen mag ook. De meeste mensen wandelen. Ja. En nu zitten we hier in het prachtige hotel St. Joris, ook een locatie. Ja. Zijn we niet voor niks. Ja, nee, precies. Ja. Nou, dat is een prachtige locatie. Heel veel mensen hebben dat ook nog niet gezien, denk ik. Nee, dus, nee. Dus we gaan langs één kant erin, andere kant eruit. Ja. En dan doen we het volgende. En de clue is natuurlijk dat het wel een beetje geheim blijft waar het is. Dat maakt het extra leuk. Ik heb in het verleden echt hele gekke dingen gezien. Ik weet nog een editie dat mensen langs een trouwend stel in het stadhuis renden. Ik herinner me ook nog heel goed dat het dwars door de Café de Reutel ging. Daar werd ook nog een dansje gewaagd onderweg. Ja. Dus het zijn allemaal wel hele maffe en interessante plekjes, toch? We hebben zelfs een woonhuis. Oh ja. Tussen. En er zitten echt wat plekken. Ja, ik had er niet eens van gehoord. Ik denk dat het wel echt fantastisch is. Dus het is ook, een beetje ontdek je plekje. Ja. Zeker weten. Ja. En dat is het belangrijkste. Hè? Ja, nou ja, precies. Plekjes komen waar je normaal gesproken nog komt. En dat is ook de reden waarom heel veel mensen gaan. Ja, nou, Middelburg op een andere manier kennen. En dat is natuurlijk een feit, maar jullie doen het ook nog voor het goede doel. Dus het kost 12,50 om mee te doen, als ik me niet vergis. Klopt. Alleen bij inschrijving op de dag zelf ben je wat duurder uit, 15 euro, maar 12,50 bij voorinschrijving. En het grootste deel van het geld gaat naar de Stichting Westerlicht. Een inloophuis voor kankerpatiënten tegenover het gasthuis. Gasthuis, zeg ik goed. Ja. En Stichting Humanitas Kinderkamp. Ja, dat geeft het eigenlijk al weg wat het is. Ja. En die stichtingen zijn enorm blij met de extra inkomsten die ze op deze manier krijgen. Oké. Okay. Ja. Zij ondersteunen ook zeg maar de organisatie. Het is ook wel leuk om te zien dat het eigenlijk gewoon een win-win situatie is. Ja. Zij vinden het leuk en wij kunnen inderdaad vanuit zeg maar, de opbrengst kunnen ook zeg maar, een groot gedeelte gaan naar het goede doel. Ja. Ja, jullie werken sowieso samen met heel veel partijen. Hè? Want behalve dat jullie als vrijwilligers allemaal instappen, heb je allerlei. Een DJ is er nog, mensen DJ's. Die eten verzorgen, DJ's. Ja, een mooie band. Aan het einde, ja. Want het eindfeest dat is ook op de Kruisweg? Ja. Ja. Oké, dat is helder. Zijn er nog andere dingen die mensen moeten weten als ze mee willen doen? Nee, ja, ik hoorde jou net over conditie, maar ik bedoel, in principe, ja, tenzij je echt niet goed te benen bent, maar 8 kilometer wandelen, dat... Dat is voor iedereen te doen, ja. Dus voor het hele gezin is het eigenlijk ook geschikt. Ja, dat is nou, sterker, de jongste deelnemer is 5. Nu 5? 5 en de oudste is 91. Dus alles wat hoog mag ook. Oké. Okay. Ja, nou ja, wie weet. Hey, hoe is het met jullie zelf? Jullie zijn ook allemaal geen 20 meer. Jij was vroeger echt wel een sportman, hè? Of vergis ik me nou? Vroeger. Nog steeds? Ja? Nee. Ik kan ik geen sportman meer noemen. Nee. Nee. Maar gaan jullie zelf mee lopen? Of, nee, die dag hebben we dag niet thuis. Alleen maar begeleiden. Alles en, ja. We gaan heel wat kilo's af. Ja. Ja. En straks ook, als het inderdaad klaar is, dan gebeurt er ook heel wat dingen. Ja. Maar goed, het leuke is ook inderdaad dat er maximale medewerking wordt gegeven, ook door Nigelinia. En dat vinden we ook meer een meerwaarde. Dat dus inderdaad ook vanuit de school, dat ze inderdaad ook maximaal ondersteuning geven. Dus de kinderen krijgen ook de aandacht voor beweging. Ja, scholieren, alles. Middelburg in beweging, dat is wel een mooie kreet. Mensen die zich in willen schrijven, gaan gewoon naar jullie website. Dat is het makkelijkste. www.citytrailmiddelburg.nl Ja. En alle veelgestelde vragen kun je daar vinden. Laatste nieuwtjes en inschrijven kun je daar ook. Helemaal helder. En op de dag van de City Trail zelf zal in de loop van de dag in ieder geval een deel van de route bekendgemaakt worden. Zodat supporters weten waar ze kunnen gaan staan als ze dat willen. Ja, en ik ben mijn iPhone'tje dat ik toch ook nog wat dingen vastleg. Hè, als het niet te hard gaat worden. Ja, dus sorry, ik kan weer niet meelopen, want ik moet dingen vastleggen.
Weer een goede smoes. Je kan het lopend vastleggen. Ja, precies, dat is ook zo. Ja. En mensen, dank jullie wel voor de toelichting en succes met de organisatie. Oké. Okay.